Vandaag in Achter gesloten deuren het bizarre verhaal van de eeneiige tweeling Daniël en David. Omdat ze zo sterk op elkaar lijken, maakten ze vroeger regelmatig misbruik van de situatie. David en ik hadden de gewoonte als tieners om vriendinnen te delen. Ze hebben dit altijd geheim gehouden, maar nu komt de boemerang terug. Mijn hele leven in puin. Want nu Daniël een relatie met Suzanne heeft, vermoedt hij dat zijn broer de vader van zijn kind is. Heb jij echt geen seks gehad met Susan die nacht? Ja, daar was je toch zelf bij? En wie krijgt uiteindelijk de schuld van het slippertje? Ik heb seks met hem gehad zonder dat ik het wist. Ja. We zijn vandaag in Utrecht op bezoek bij Daniël en Suzanne. Ze zijn getrouwd en hebben een zoontje van 2, Sem. Gaat het goed? Ja? Ja? Je trakt op. Daniël runt samen met zijn tweelingbroer David een reclamebureau. Wat begon als een klein bedrijfje op een zolderkamer, is in 8 jaar uitgegroeid tot een succesvol bureau met een aantal grote internationale klanten. Dat is goed voor de eerste keer, toch? Dankjewel. Ja, ik denk dat de samenwerking hier zo goed verloopt. Omdat wij natuurlijk... we kennen elkaar door en door. Ja. Het gaat gewoon super. Ja. We zijn natuurlijk echte tweeling. En ik durf wel te zeggen dat we elkaar echt vertrouwen. Ja. Ja. Dus wat dat betreft gaat super. En we hebben Fiona. Dus ja, die... de ster in de... Ja, nou wat? Koffie zetten? Ja, ja. En touwt gooien natuurlijk, hè. Dat is ook goed. Ik heb deze naar binnen gekregen. Als jullie even dit binnen 2 dagen even naar mij terug kunnen sturen, het moet getekend worden. Oké. Okay. De broers lijken niet alleen uiterlijk als 2 druppels water op elkaar, maar ze delen ook dezelfde passie. 3 keer per week trainen ze met een wielerploeg. Tijd of... Niks meer aan doen! Oh, jee. Niks meer aan doen! Misschien wel te laat, maar misschien wel het beste uit. We zijn jullie geweest, joh. Huh? Ze zijn ook een keertje eerder op vandaag. Hij heeft nog een ommetje gemaakt, was de weg kwijt. God de god, zeg. Als we even naar de tellers kijken... Dan wie was weer het snelst? Ja, mag ook wel eens een keertje. Daniël en David. Nou, allereerst heel aardige jongens. Het zijn ook trouwens uitstekende fietsers. Je ziet wel het verschil, moet ik zeggen. En dat was vroeger nou net niet zo. Toen kon je dat verschil niet zo goed zien, maar naarmate de jaren vorderen zie je het beter. We fietsen vaker zo met z'n 6'en. Dus het is gewoon wel lekker, alleen je ziet het. Er zijn er een aantal achterblijvers altijd, hè. Dat zijn wij 3 eigenlijk altijd, maar... ja. Nee, maar kijk, Stef die hangt er dan altijd een beetje aan. Ja, jongens, mag ik jullie maar een keertje winnen, hoor. Die krijg je de volgende keer ook weer om horen. Ja, dat rijden we meestal heel eerder dan je. Nou goed, weet je, ik win 9 van de 10 keer, die ene keer die gun ik jullie wel. Ja, ik ken die jongens al mijn leven lang. Echt 2 topgasten. En het is ook leuk om te zien dat het bedrijfje van ze zo goed loopt. Want ja, eerlijk gezegd had ik dat vroeger echt niet verwacht. Maar ja, aan de andere kant, vroeger kon ik ze ook echt totaal niet uit elkaar halen. Wat gaan we doen? Huh? Wat gaan we doen? Doeljes pakken, denk ik? Daar ben ik voor. Ja? Ja, je hebt dat wel een goed idee, hè? Zo op het oog heeft Daniël zijn zaakjes voor elkaar. Maar hij worstelt met een groot geheim. Omdat het Suzanne niet lukt voor de 2e keer zwanger te worden... heeft Daniël, zonder dat zij het weet, zijn sperma laten testen. En toen hij de uitslag kreeg, stortte zijn wereld in elkaar. Gewoon onvruchtbaar. Altijd al geweest. Ja. David en ik die hadden vroeger de gewoonte om... vriendinnetjes te wisselen. Ook omdat het gewoon zo makkelijk ging. Niemand zag het verschil. Ik ben gewoon zo bang dat David nu de vader is van mijn zoon. En hoe ga ik mijn vrouw nou vertellen dat zij zonder dat ze het wist... met mijn broer naar bed is geweest? Dat de broers een sterke band hebben... blijkt ook wel uit het feit dat ze bij elkaar in de straat wonen. Precies tegenover elkaar. Wat zit erin, Sem? Wat heb je erin gedaan? Zit er een koe in? Nee. Wat zit er dan in? Oh. Maar dat moet toch achter een tractor, of niet? Hij moet toch hierachter? Nou, nu wonen we al een tijdje samen, maar voordat we samen woonden was het dat David hier ook woonde. Maar natuurlijk al bij vrijgezel nog. En nou, op een gegeven moment heb ik dus Suzanne ontmoet. Ja, die is toen eigenlijk min of meer best snel bij komen wonen. Ja. We waren met z'n drieën. Ja, dat is wel vreemd hoor. Dan in eerste instantie om met twee broers samen te wonen. Maar gelukkig is hij vrij snel weer uit huis gegaan en toen is hij hier tegenover. Ja, toen het wat serieuzer werd. Sem was ook op komst. En toen was het eigenlijk ook gewoon de David. Die wist het zelf ook wel. Wij zouden gewoon samen verder gaan. En nu zijn we dus weer met z'n drietjes, alleen dan zonder David. En met Sem. Ja. David vond het best moeilijk toen Daniël zijn gezinnetje wilde stichten. De tweeling was tenslotte bijna dag en nacht bij elkaar. Ja, kijk, Suus en Daan hebben nu een kindje. En ja, die hadden gewoon wat meer ruimte nodig. Dus toen was gewoon het goede moment om te vertrekken. Toen heb ik het huis aan de overkant van de straat gekocht. Dus ja, we zijn nog steeds close natuurlijk. Alleen leiden we wel echt een ander leven. Kijk, helemaal natuurlijk omdat hij nu vader is. En ik heb geen relatie, dus ik geniet nog een beetje van het vrijgezellen leven. Daniël heeft altijd voor Suzanne geheim gehouden dat de broers soms van vriendin wisselden. En dat is aan het begin van zijn huwelijk mogelijk nog 1 keer gebeurd. De tweeling had namelijk gewed of Suzanne de persoonsverwisseling zou opmerken. Ja, we proberen eigenlijk alweer een tijdje om nog een keer zwanger te worden. Maar dat is tot nu toe nog niet gelukt, helaas. Nee, nou nog niet, hè? Nee, nog niet. Goed, ik word er natuurlijk niet jonger op, dus... Dat is ook zo? Nou ja. Nee, maar we doen ons best, toch? Dus... Ja. Nou, schat, kom op. Gaan we naar de douche. Kom naar bed, kom maar. Hoeja! Kom maar! Zeg maar doei tegen papa! Zeg maar doei! Doeg! Morgen! Ja, ik voel me gewoon wel echt hartstikke schuldig over deze situatie. Wat wij met z'n tweeën gedaan hebben bij David en ik is natuurlijk echt... ja, totaal disrespectvol tegenover Suzanne. Echt kloten. We willen zo graag een tweede kindje ook. Kijk, David heeft wel altijd gezegd van, dat hij geen seks meer heeft gehad. Maar het is gewoon een kutsituatie. Maar het zit Daniël toch nog steeds niet lekker. En zeker nu hij de uitslag van het vruchtbaarheidsonderzoek binnen heeft... is het tijd voor een goed gesprek met zijn tweelingbroer. Kijk, je vertelt, hè, dat, Suzanne en ik zijn al een tijdje bezig om een tweede kindje te krijgen. En, dat is nog niet gelukt. Dus ik had een vruchtbaarheidstest laten doen. Ja, wat je zei. Nou, van de week kreeg ik de uitslag. Wat? Ik ben gewoon dus onvruchtbaar. Ja, denk je wel. Ja. En nu? Dat betekent dus dat ik waarschijnlijk niet de vader ben van Sem. Ik denk dus gewoon dat jij de vader van Sem bent. Ja, dat je niet goed bent of zo. Nou, kijk, David en ik hadden de gewoonte als tieners om vriendinnen te delen. Ook een bed, snap je? Ja, en we waren er gewoon... zo klaar mee dat iedereen ons altijd door elkaar haalde. En daar zijn we op een gegeven moment ook gewoon gebruik van gaan maken. Ja, dat is niet chic of zo, maar we zijn ook al lang mee gestopt. Nou ja op die ene keer na dan. Dan hebben we het gedronken en gezellig. Toen hadden David en ik dus de weddenschap Dat we zouden kijken of Suzanne niks zou merken. Maar David heeft al gezegd dat er die avond niks gebeurd is. Heb jij echt geen seks gehad met Suzanne die nacht? Oh. Ja, was je toch zelf bij? Nee. Ja. Ja, je was er toch zelf bij. Was gezellig. Beetje drank. Dus jij zegt dat je nu wel gewoon seks die nacht hebt gehad met mijn vrouw? Daar was je gewoon helemaal zelf bij. Ja. Wat moet ik zeggen dan? Dat ik... Zoiets ga je dan toch ook niet meer gewoon zeggen? Je zegt, ik ga er niet daarna nog zeggen... Jij hebt helemaal niks gezegd over die avond. Nee, maar je was daar zelf bij. Want dan ga ik nog een week later terugkomen en zeggen van... Nou, ik heb er even te grazen genomen. Nee. Oh, jij denkt niet dat ze dan... Hè, zwanger is dan van, oh kut, het kan wel voor mij zijn. Nee, dat is niet door mij gegaan. Nee. Flikker toch op, man. Daniëls hoop wordt hiermee de grond ingeboord. Ergens wilde hij geloven dat zijn broer die bewuste avond geen seks had gehad met zijn vrouw Suzanne. Maar blijkbaar vond zijn broer dit te pijnlijk om nog een keer op te rakelen. Ja, het is echt wel... het is echt wel kloot voor Daan. Ik voel me er ook absoluut niet prettig bij. Het is een hele rare situatie. Godverdomme, man. Jezus Christus. Moet ik het Suzanne vertellen? Als ik het Suzanne vertel, dan sta ik binnen 10 minuten ook op straat. Dus als ik het niet vertel... Vroeg of laat komt ze er toch achter dat ik onvruchtbaar ben. Is ook niet dom. Sem, en even een worteltje. Wat is er met jou? Niks. Hoezo? Nou, weet ik niet. Je doet ze altijd weg. Lieverd, kom. Een aardappel? Tap one. Without your hand in mine, I can't begin to say. Dank je, schat. Ik moet je wat vertellen. En ik weet ook niet... Ja... Kijk, ik wil al een tijdje een tweede kindje. En ja, omdat dat niet echt lukt, dan, toen heb ik besloten om een onderzoek te doen. Een vruchtbaarheidsonderzoek. Maar uit het onderzoek is eigenlijk gekomen dat ik nooit vruchtbaar ben geweest. Nou, dat kan helemaal niet. Ik bedoel, Sem is toch... Hoe bedoel je? Suzanne... David en ik, die... hebben vroeger, toen we 10 waren, wel eens vriendinnetjes gedeeld. Ja, dat ging ons makkelijk af als tweeling zijn en niemand die het verschil zag. En ja, kom dus net bij David vandaan en die vertelde dat dat ook een keer bij jou het geval is geweest. Sorry? En, Ja, zonder dat jij wist dat je seks met David had. En je dacht dat je dat met mij had. Wat? Dus David is de vader van Sem. Sorry? Ja. Jij hebt mij uitgeleend aan jouw broer? Niet uitgeleend. Ik heb seks met hem gehad zonder dat ik het wist. Ja. Ja. Hoe vaak is dit gebeurd? 1 keer. 1 keer? Ja. En hij is de vader van Sem? Ja. Ik voel me gewoon enorm schuldig. Maar ja... Ja, weet je, ik kan er ook vrij weinig aan doen op dit moment. En mijn broer afvallen, dat... Nee, dat gaat hem ook niet worden. Suzanne is geschokt door het nieuws dat ze zwanger is geweest van David. Ze kan zich niet meer herinneren wat er jaren geleden precies is gebeurd. Een uur later is haar woede nog steeds niet gezakt. Suzanne. Suzanne. Flikker op, Daan. Maar wat wil je dat ik doe dan? Wat wil je dat ik doe? Ga je het zomaar accepteren voor je broer? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik accepteer het helemaal niet zo, maar ik kan er ook vrij weinig aan doen. Aan de ene kant snap ik dan ook wel weer hoe dat allemaal ontstaan is. Je neemt het altijd voor die klote broer van je op. Dat is helemaal niet waar. Dat is niet waar. Hoezo niet waar? Ik hoor nu ineens dat jij niet eens de vader van mijn kind bent. Wat moet ik daar dan mee? Moet ik je broer nou ineens in de opvoeding van Sem betrekken? Wat wil je nou? Ja, wat denk je dat hoe ik dit me bij voel dan? Hij bent wel me bij voel dan. Flikker toch op, man. Ik weet gewoon niet zo goed hoe het nu verder moet, want ik voel me gewoon heel erg gebruikt en verraden. Ik ga een paar nachten bij David slapen. Kijk, Suzanne is natuurlijk hartstikke boos en ja, dat snap ik ook wel. Kijk, ik ben natuurlijk ook... Ja. Ik ben ook boos en nu ik, ja, Sem voelt als mijn zoon, ook al hè, is David de vader. Hoezo heb je dat niet voor je kunnen houden, jongen? Ja. Hè? Wat ben je nou voor een... Gewoon geen geheimen meer, geen leugens. Het is gewoon... Dat wil ik niet meer. Ben je boos? Ja, nogal. Je bent boos, hè? Wat denk jij dan? Wat ga je doen? Ja, joh. Wat ga je nou doen? Ja, ik ga gewoon even naar Suzanne, jongen. Doe nou even normaal, jongen. Jongen, het is toch mijn fout? Wat ga je nou doen? Doe nou niet. Jongen, wat ga je nou doen? Het is toch mijn fout? Ik ga gewoon even met Suzanne praten. Suus, doe nou open. Rot op, ik heb er geen zin in. Ja, kom nou, doe even open gewoon. Nee. Waarom niet? Daaf. Ik heb hier geen zin in. Rot op. Gewoon normaal. Rot gewoon je kan toch gewoon even praten? En jij ook opflikken. Je kan toch gewoon even praten? Doe nou even normaal, man. Ja. Wat heeft het nou gedaan? Ik ga gewoon... Oh, dan begrijpt het wel of zo, als jij dat nu gaat zeggen. Nee, maar ik kan toch gewoon even wel met te praten? Hoezo ga je dat vertellen, jongen? Ja. Hoezo ga je het vertellen? Alles was goed? En dan ga je het vertellen. Ja. Ja. Jij bent met mijn vrouw naar bed geweest? Niet andersom? Ja, nou, maar en dan ga je het nu helemaal overhoop gooien. Ja. Alles wat je hebt ga je overhoop gooien. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. En nu zit je hier. Ja. Ja. Slaat er helemaal nergens op. Nu doe je dus net of het alleen mijn fout is. Maf. Lekker. Hè? Lekker. Wat moest je dan? Ja. Erin zit. Hé, maar Daan. Hé, maar als jij geen kinderen kan krijgen... dat zou dan toch misschien ook betekenen dat ik geen kinderen kan krijgen? Zo heb ik er nog bij nagedacht. Ja, maar als je gewoon even logisch nadenkt. Ja, dat weet ik veel. Genetisch gezien. Ik weet toch ook niet hoe dat werkt? Nee. Ik ga de dokter wel bellen. Ah, dat... Ja. Moet je maar laten doen dan. Het begon allemaal zo onschuldig. Gewoon enorme gevolgen allemaal. Ik weet niet eens meer of het allemaal wat te redden is. Onze relatie. En David, hoe moet daar nu meer verder? Ja. En Sem. Je snapt er helemaal niks van. Een week later zoeken we de tweeling op hun werk op. David krijgt morgen de uitslag van het vruchtbaarheidsonderzoek. En dan wordt ook meteen duidelijk of hij echt de vader is van het kind van zijn tweelingbroer. Had jij die afspraak nog eigenlijk afgezegd? Ja, ik ga het zo even... Kun jij zo die afspraak nog even verzetten? Ja, tuurlijk. Okay. Doe maar gewoon naar morgen, als het kan, naar morgen. Het is een enorm klote situatie. Ik sta nog steeds bij David. Suzanne die wil me nog steeds niet zien. Alleen contact over de sms. Ik ken die onzekerheid ook. Stel dat mijn broer ook onvruchtbaar is. Wat dan? Kun je dat even doen? En deze voor jou. Eerlijk gezegd weet ik het allemaal eventjes niet meer. Eén moment voel je je vader. Andere moment ook helemaal niet. En nou, wat dat betreft ben ik wel blij dat morgen met die vruchtbaarheidstest... ja, duidelijkheid komt. De laatste week is het gewoon op de werk gewoon niet fijn. Het is echt zo'n spanning die er heerst. En ja, ik hoor van Daniël een kant van het verhaal. Ik hoor van David een kant van het verhaal. Dus ik zit er een beetje tussenin. En ik begrijp ook wel dat het nu een beetje zo is, maar ik word er een beetje moe van om een mediator te spelen, zeg maar, de hele tijd. Ook Suzanne heeft een heftige week achter de rug. Ze heeft tijd nodig om alles op een rijtje te zetten. Ik ben wel heel erg boos op David en Daniël. Ja, ik wou zelfs aangifte doen. Ik vind het natuurlijk niet normaal, maar... Ja, ik denk dat de dingen alleen nog maar erger had gemaakt. En ze waren gewoon jong en dom en dat snap ik ook allemaal wel. Ik bedoel, ik ben zelf ook geen heilig boontje geweest, maar... het voelde gewoon niet goed. Maar aan de andere kant voelt het ook niet goed om Daniël uit mijn leven te zetten. Want het is gewoon een goede vader voor Sem. Zullen we eens voelen hoe zacht hij is? Kijk, je kunt hem voelen. De broers zijn toch wel gespannen voor de uitslag van het onderzoek. Want als David inderdaad de vader van Sem is... Wat betekent dit dan voor hun onderlinge band en voor de relatie met Suzanne? David. Hoi. Hey Daniël. Hey. Kom maar mee. Ja. Succes, hè? Ja. Ja, dank je. Deze? Ja. Zo. Ben je nerveus? Nou, ik ben wel, ja, een beetje gespannen, ja. Ja, dat is niet niks natuurlijk, hè? Nee. Nou ja, we hebben de uitslag binnen. Excuus dat het zo lang heeft geduurd. Dat is natuurlijk heel vervelend in deze situatie. Maar ik heb slecht nieuws voor je. Je hebt dezelfde genetische afwijking als Daniël. Je bent onvruchtbaar. Zo maar, liggen de zaken. Sorry? Zo liggen de zaken. Maar is het dan, betekent dat dan ook dat ik helemaal nooit kinderen heb kunnen krijgen? Ja. Je bent onvruchtbaar en het is onmogelijk dat je ooit kinderen zal krijgen of hebt kunnen krijgen. Oké. Okay. Nou, dat is zeker niet zo mooi nieuws. Nee. Het spijt me. Ja, u kunt er ook iets aan doen. Zo is het natuurlijk niet, maar ja, er veranderen wel een hoop dingen. Ja, ja, dat begrijp ik. Kom, we gaan. En? Nee. Huh? Nee, het is gewoon niet... Het is niet helemaal top. Wat dan? Huh? Wat dan? Het is gewoon hetzelfde wat jij hebt. Ja. Ja. Dus ik weet het niet, maar... En nu? Ja, weet ik veel. En nu? Je kan er niks aan. Voor mij is gewoon dat het hetzelfde is wat jij hebt. En Sem dan? Huh? En Sem dan? Nou ja, ze zegt net dat ik het niet, ben. Ja, ze het ook niet kan zijn. Het bewijs dat de broers allebei onvruchtbaar zijn staat zwart op wit. Suzanne is dan zwanger geworden van iemand anders. En wie is dan wel de vader van Sem? Dit is zeker echt nieuws, ja. Nou, ik vind het helemaal kut voor Daan. Die zit nu echt in de shit. Voor mezelf is het natuurlijk ook niet top. Maar ik vind het, wel erg voor Daan. Ja. Ja, die zit nu allemaal in de shit. Het is natuurlijk gewoon zwaar kloten, dit. Mijn hele leven in puin. Ja, sorry, want ik weet het gewoon even niet. Ja. Sorry. Daniël en David hebben van de dokter gehoord dat ze allebei door een genetische afwijking geen kinderen kunnen verwekken. Daniël vertrouwt Suzanne niet meer en weet nu zeker dat ze met een ander naar bed is geweest. Wat doe jij hier? Ik heb toch gezegd dat ik geen contact meer wilde? Wie is de vader, Suzanne? Wie is de vader van Sem? Want ik ben het niet. Ik ben onvruchtbaar. David is het niet. David is onvruchtbaar. Wie is het? Wie is het, Suzanne? Suzanne! De volgende dag besluit Suzanne de waarheid op te biechten aan Daniël. Ze heeft ook David uitgenodigd, want ze wil tegen de broers open kaart spelen. Ik heb heel veel nagedacht. De afgelopen week over dit... Nou ja, er zijn veel dingen ook boven gekomen. Wat ik eigenlijk een beetje had weggestopt. En dat wil ik eigenlijk vertellen. Weten jullie nog dat we 2 jaar geleden ongeveer een feestje hebben gehad? Ook met de jongens van de wielrennen erbij. Uh-huh. Ja, dat was toen compleet uit de hand gelopen met heel veel drank en zo. En, op een gegeven moment zijn jullie toen in slaap gevallen. En toen is er nog 1 jongen blijven hangen. En ik weet wel dat het hartstikke stom was. En ik had het ook gewoon moeten vertellen, maar ik was heel erg dronken. En ja, er is het een en ander gebeurd. Ik ben met hem naar bed geweest. En het was heel snel, het was heel dom. Ja, met wie dan? Nou ja, het is gewoon heel dom. En ik denk... Ja, waarom heb je dit nooit eerder verteld? Omdat het niet belangrijk was. Laten we nou even uitpraten. Het was gewoon niet belangrijk. En ik weet het nu. Niet belangrijk? Laten we nou even een verhaal doen. Ga verder. En met dit gezeik, ja, dan weet ik... Ik ben altijd al bang geweest dat misschien hij de vader is van Sem. Maar, god... Sorry. Ik vind het heel erg. Ik heb ze zelf allemaal verwijten gemaakt en nu krijg ik ze gewoon keihard terug. Wat gewoon logisch is ook. Ik was altijd al bang dat er iets mis was, maar dat het dan op deze manier zo uit moet komen, dat wil je niet. Ik had ook gewoon eerlijk moeten zijn, dat weet ik wel. Maar het was niet belangrijk. Genoeg. En nu komt het zo boven, ja. Ik moet gewoon zo ontzettend verraden. Het positieve misschien aan dit verhaal is dat alles wel op tafel ligt. Geen geheimen meer voor elkaar, maar ja. Misschien is dat het enige lichtpuntje eraan. Ja, we zullen gewoon samen moeten proberen om hier uit te komen. Dat is mooi, man. Sem... Ja, Sem die dan ook weer naar je toe komt rennen. En blij is dat papa gewoon weer thuis is. Een paar dagen later zijn we terug bij Daniël en Suzanne. Ze heeft nog steeds niet de hele waarheid verteld. Ik heb wel een idee wie de vader is. Wat bedoel je? Wie de vader is van Sem. Stef, hè? Ja. Zie je wel. Ik dacht dat al. En nu? Wat bedoel jij nu? Ja, moet het hem vertellen, Stef? Nee, dat wil ik niet. Nee, ik wil niet dat je het hem vertelt. Ja, maar er is toch geen ontkomen aan? Ik fiets iedere week met die jongen. Wat moet ik dan? Moet ik dan tegen hem liegen? Ik wil het niet. Ja, er zijn genoeg leugens verteld. Ja, ook door mij. Ja, ik wil er gewoon samen met jou gewoon uitkomen. Ja, dat wil ik ook. Dat wil ik echt. Daniël gaat bij zijn broer langs om te vertellen wie Suzanne destijds heeft zwanger gemaakt. En hij wil een streep onder het verleden zetten. Het is gewoon allemaal gebeurd en... ja, je kan er ook niks aan veranderen, maar tussen ons ook, weet je. Het is gewoon goed zo. Kijk, we moeten het gewoon achter ons laten. Ja. Nou, daar ben ik wel blij om dat je dat zegt ook. Ja, dus... En met Suus? Ja, dat is natuurlijk... Het is allemaal kut, maar we hebben gewoon samen besloten om verder te gaan. Ja. En het verleden gewoon achter ons te begraven. Ja. Nou, dat komt allemaal wel goed, jongen. Ja. Hey. Kut? Zeker wel. Dus gaan, hè? Man, oh, kut. Nou, nou ik kom straks nog wel even langs. Ja. Later die dag heeft Daniël afgesproken met zijn wielermaatje Stef. Voor Suzanne is de ontmoeting te emotioneel. Daarom gaat ze niet mee. Hey, jongen. Hey, man. Hoe is het? Ja, ik vond het wel leuk dat je eens eventjes wilde afspreken buiten de wielerbaan om. Maar je klonk wel een beetje serieus over de telefoon. Ja. Gaat het verder wel goed? Of? Hey, Stef, ik zal het ook gelijk maar zeggen. Ik weet dat jij met... dat Suzanne is vreemd gaan met jou. Hé? Waar komt dit nu weer vandaan? Waar heb je dit? Ik kom hier ook niet om jou het les te lezen. Maar... Het verleden wil ik gewoon ook begraven. En... Jij bent dus de vader van mijn zoon. Gast, dat kan niet. Ik ben 1 keer met haar naar bed geweest toen. 1 keer. Stef, ik ben onvruchtbaar. Shit. Ik kan er gewoon niet bij. Ik vind het verschrikkelijk. Hoe lang weet je dit al? Net, maar ik wil gewoon... Het voelt gewoon als mijn zoon. Sem is mijn zoon. En ik wil dat je je niet bemoeit met de opvoeding. Maar Jezus. Ik heb dus gewoon een zoon. Het is mijn zoon. Gewoon mijn zoon. Natuurlijk is het raar om te beseffen dat hij gewoon... dat Stef met mijn vrouw, Suzanne, is vreemd gegaan. En aan de andere kant, ja... Weet je, zou ik ook nooit zo'n prachtige zoon hebben gehad. Dat is ook wel wat pijn waard. Stinkt ie? Hoewel het niet gemakkelijk is, willen Daniël en Suzanne hun relatie toch nog een tweede kans geven. En ook al verdient Suzannes misstap uit het verleden geen schoonheidsprijs. Ze realiseren zich allebei dat ze anders nooit kinderen zouden hebben gehad. En ze zijn dol op Sem. Hey. 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 Kijk eens, pak je drinken. Het is nu 3 maanden na de eerste kennismaking met Daniël en David. Hoe is het sindsdien met de tweeling gegaan, na alle commotie rond het vermeende vaderschap? Alles goed? Hè? Ja. Ja? Alles goed? Ja, lekker man. Ja, het is natuurlijk allemaal hartstikke een moeilijke tijd geweest. Maar ja, Suzanne en ik hebben besloten om gewoon samen verder te gaan. Ja, tot de conclusie gekomen dat het allemaal hartstikke heftig is geweest. Maar dat het ook een tijd geleden gebeurd is allemaal. En ook in een tijd dat... we hadden Sem nog niet. Ja, en daar was het toch allemaal niet zo heel serieus. En we hebben daarna echt voor elkaar gekozen toen Sem eraan zou te komen. Dus toen zijn we eigenlijk gewoon helemaal voor elkaar gegaan. Ik denk ook niet dat er een betere vader voor Sem is. Dus ik hou gewoon van hem. En als het maar bij 1 kind blijft, dan blijft het maar bij 1 kind. Maar ik denk dat we het gewoon weer goed moeten krijgen. Dat kan wel. Het is natuurlijk kloot dat ik geen kinderen kan krijgen. En als ik straks een vrouw ontmoet die dat echt heel graag wil... ja, dan is dat moeilijk. Ik heb nu sinds kort een vriendinnetje. En ja, ik heb haar nog niks verteld. Eerst maar kijken of het echt werkt, of het echt serieus wordt. En dan zullen we wel zien.